Je kan van alles aanpassen, toevoegen en verwijderen in Profit. Maar wie heeft nou je rooster ineens gewijzigd? En waarom? Door middel van het loggen van je gegevens kan je zien wie er wanneer wijzigingen heeft aangebracht. Er zijn in Profit verschillende plekken waar we logging bijhouden. Je hebt het logboek. Hier houd je je historie bij van gegevens die zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Daarnaast heb je standaard mutatielogging op de regels. Dit betreft de velden aangemaakt op, aangemaakt door, gewijzigd op en gewijzigd door. Je hebt ook nog specifieke plekken waar er logging van bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden. Er is een omgevingslogboek, een logboek voor in- en outside, een toegangslogboek voor Insight en we leveren ook een logboek mee met betrekking tot je communicatieservice. Ook wijzigingen in de inrichting van een workflow worden bijgehouden in een logboek. En tenslotte is er ook nog een los logboek voor je mutaties van je parameters. Het is nogal wat, dus ik zal alles kort met je doorlopen in Profit. We gaan in startmenu Algemeen, onder Inrichting, logboek, naar beheer. In het logboek kun je voor een aantal bestanden bijhouden welke wijzigingen in de gegevens zijn aangebracht. Hiermee kun je nagaan, bijvoorbeeld voor abonnementsregels, welke gebruiker gegevens heeft toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. En op het tabblad Logvelden bepaal je welke gegevens je wil loggen. Ik breng bijvoorbeeld een logging aan op abonnementsnummer en einddatum. We gaan kijken of deze logging werkt. Hiervoor ga ik naar abonnementen en voeg ik een nieuw abonnement toe. En ik ga een abonnement wijzigen. Ik ga deze beëindigen. Om de mutaties te bekijken die in het logboek zijn gezet, gaan we onder Algemeen naar Inrichting, Logboek, Overzicht Mutatie. Naar de weergave Logging Abonnementsregel. En hier zie je inderdaad dat de logging is bijgehouden met de datum en tijd en de gebruiker die de mutatie heeft uitgevoerd. Je kan ook loggingvelden ofwel auditvelden toevoegen aan een weergave. Zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan bij abonnementen. Deze weergave. Dan zie je hier de logvelden gemaakt, toegevoegd door, gewijzigd en gewijzigd door. Nou, ik heb zojuist een abonnement aangemaakt. Ik sorteer even op datum. Deze heb ik zojuist aangemaakt, dit abonnement, en deze heb ik zojuist gewijzigd. En hierbij zie je dus in de weergave alleen de laatste wijziging en geen historie. In veel standaard weergaven zitten deze loggingvelden al, maar misschien gebruik je een eigen weergave of zitten de velden er niet op een plek waar jij dit wel zou willen. Nou, hoe voeg je deze toe? Via beheer weergave. Pas je de weergave aan of je maakt een nieuwe aan. Hier onder het kopje logging zie je de velden aangemaakt op, toegevoegd door, gewijzigd en gewijzigd door. In deze kun je op de gebruikelijke manier toevoegen. Loggingvelden zijn in veel gegevensverzamelingen al aanwezig en kun je in de meeste weergaven en rapporten toevoegen.
Vervolgens neem ik je kort mee naar specifieke plekken waar er logging van bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden. Allereerst het omgevingslogboek. Onder beheer omgevingslogboek. Hier vind je technische details van een omgeving, zoals logging van inside en outside en profitconnectoren. Dan bij in- en outside, onder site, dan open je je site. En op het tabblad logboek zie je vooral hier technische details, zoals publicatieruns. Dan heb je voor in- en outside een mutatielogboek. Dit is een gegevensverzameling. Ik zoek hem er even bij. Op basis van deze gegevensverzameling kan je een rapport of analyse maken. Dan voor toegangslogboek voor Insight switch ik even naar online, AVOS Online. Alleen voor Insight kan je een aanvraag voor het toegangslogboek insturen. En de gegevens zijn bij AVOS beschikbaar. Dit kan alleen als je als AVOS-beheerder bent ingelogd. Via AVOS Online op het tabblad beheer zie je hier het toegangslogboek. Dan terug in het menu van algemeen kun je voor de communicatieservice onder het communicatielog het logboek raadplegen met details over de uitwisseling van berichten op basis van communicatieprofielen. Tijdens het verzenden, verwerken of ontvangen van berichten kunnen zich problemen voordoen. Zo kun je een foutmelding van Profit of een waarschuwing krijgen. Dan in CRM, onder dossier, inrichting, mutaties workflow logboek. En dit is voor logging van wijzigingen in een workflow doorgevoerd in de workflow editor. Ook het aanmaken of verwijderen van een workflow wordt gelogd. De wijzigingen worden gelogd bij het publiceren van de workflow. Dan tot slot, onder HRM beheer, heb je het parameterlogboek. Heb je parameterwijzigingen op looncomponenten doorgevoerd, dan kan je die hier in het mutatieoverzicht raadplegen. Dit overzicht kan handig zijn voor troubleshooting bij je salarisverwerking. Je ziet hier de mutaties op CAO, werkgever en medewerkerniveau. Hierdoor kun je snel achterhalen wat de oorzaak van een onverklaarbare correctie in de salarisverwerking is. Genoeg manieren om als beheerder alles goed in de gaten te houden. Veel succes met het loggen van je gegevens. Tot zover deze videotraining.